Hoi kijkers, we zijn hier binnen in het Manicombo di Mombello. Maar kijk, zoals je ziet, hier staat een motto geparkeerd. De politie die reed hier juist het terrein af toen als wij erop kwamen, maar die hebben niks gezegd. De carabinieri. Dit is dus een oud verlaten ziekenhuis. Mooi op. Maar ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat hier het centrale punt van vandalisme is van heel de regio van Noord-Italië of zo. Ja, zoals ik al meerdere keren verteld heb, is het heel moeilijk om alle informatie over de locaties op te zoeken op voorhand. We weten niet waar we binnen kunnen. Maar dit lijkt toch al even verlaten, of niet? Daar zijn we binnengekomen. Dit is een van de gebouwen hier, maar er is nog een gebouw dat lijkt mij precies heel goed dichtgemaakt. Dit is maar een lege doos meer hoor. Ondertussen horen we hier ook dat er mensen toegekomen zijn. Hoi. Ciao. Scusate, avete visto le scarpe nel suo? We're from Belgium. Ah, yes. I love Mussolini! Do you know? Are the stairs? The stairs, we don't have found stairs yet. I'm sorry. Okay. Ik weet niet of hier veel jongeren zitten in deze regio, maar ik denk toch wel dat die hier af en toe verzamelen.
Dit gebouw is iets te zwaar gevandaliseerd. We zullen eens kijken in dit gebouw. Wel iets. Moet je dat binnenplein hier zien? We hebben hier ondertussen weer een ander gebouw gevonden. Alweer met een mooi binnenplein dat helemaal begroeid is. En we weten ook al waarom dat de politie hier rondreed en waarom dat die, ja, overal staan hier borden dat je hier niet mag wandelen, maar hier zit ik weet niet hoeveel volk binnen. Maar we hebben hier daarnet een bord tegengekomen dat hier om een integratiecentrum zou gaan. Dus ik vermoed dat op het domein hier momenteel vluchtelingen zitten. Je moet natuurlijk niet vergeten dat we in Italië zitten. En dat Italië wel een van de drukst bezochte landen is qua vluchtelingentoerisme. Als ik het zo mag noemen. Maar ook hier allemaal lege kamers, lege hospitalen gewoon. Hè. Allemaal lege hospitaalgebouwen. We zijn uiteraard ook al eens blij dat we binnen kunnen zitten. Het is ondertussen hier buiten 38 graden geworden. En je kunt zeggen wat je wilt, dat de hitte hier droger is en verdraaglijker is en... Tarara boom paté. Het zweet loopt hier uit ons reet. Nog kastjes die langs de bedden stonden. Een soort nachttafeltjes. Hola. Wat vinden we hier? Wauw, een enorme watertoren. En ook die is verlaten. We'll be right back.
overwint de hoogtevrees altijd. Ik ben nu hier al geraakt. Ik sta hier in deze mooie watertoren. Een verlaten watertoren van een ziekenhuis. Maar ja, ik vrees dat ik het ga moeten laten, jong, want ik durf hier echt niet in. Moest dat de eerste trap zijn, zou ik het met plezier doen, maar zo hier op deze hoogte nog dit soort trapje doen. Oh, ja, 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 ja. Zo jongens, dit was het Manicomio di Mombello. Er is hier nog wel wat meer te zien, denk ik, maar het gaat hier vooral om lege gebouwen met een hoge decaywaarde. We kunnen wel mooie foto's trekken. Maar ja, voor een verhaal te vertellen is het hier natuurlijk wel iets anders. Het zijn waarschijnlijk nog intacte gebouwen, maar er zijn geen kanten binnen. Inderdaad, die gebouwen daar die zijn met camera's bewaakt en met tralissen afgezet en kettingen afgesloten. Ja, een oud ziekenhuis dus. Maar het wordt tijd voor op te gaan naar een volgende locatie. We hebben hier al veel te veel tijd verloren. We zien jullie in een volgende film, jongens. Tot de volgende. Ciao.